Zijn jullie stil opeens? Ja. Aan het slaap. Thank you.
Wat raakt je op mijn neus? Ja, je moet het openmaken. Ja, nee, nee, nee. Beetje plakken, beetje schilderen, maar... Kat ze zo hoor, Jan. Ja. Ja. Grote handgroepen, joh. Ja. Ze zijn een stang. Ze zijn er veel van. Kom holen. We'll be right back.
Ging uit Zwaag, de Struuners. Zij zijn laatst tweede geworden met de carnavalsoptocht, met een wagen als het ware. En ze deden ook dit weekend mee met iets anders. Dag Ben. Goeiedag. Wat hebben jullie eigenlijk precies gedaan? Nou, wij zijn dus met onze creatie die we gemaakt hadden voor de carnavalsoptocht in Zwaag, zijn we naar het Brabantse Zeeland geweest. En daar rijdt elk jaar met half vaste is daar een optocht. En daar worden alle eerste, tweede en derde prijzen, die mogen daar aan meedoen uit eigenlijk heel Nederland. Om het een klein beetje te visualiseren, hoe ziet jullie wagen eruit? Wij hadden een grote kruipende kloon hadden we gemaakt. En daarin een afbeelding gemaakt van Prins Peter, Peter van Westen uit Zwaag. En ja, met Prins Peter in mijn mond kruip ik het hele dorp rond. Dat was ons thema. Eigenlijk meer geënt op de voorkant van het programmaboekje van het masker. Vaste luisteraars van West-Friesland Radio kennen Peter van Westen wel van de veilingnieuws van WFO. Jullie waren daar dus in Zeeland. Welk plaatsje was dat precies? Het plaatsje Zeeland, dat ligt in de gemeente Landert. En ja, de meeste mensen zullen niet weten waar dat ongeveer is. En dat is in de buurt van Os, iets voorbij Den Bosch. En daar zijn we dus vierde geworden. Waren er een groot aantal wagens? Nou, het aantal wagens is daar altijd heel erg groot. Want het is daar natuurlijk... het carnaval wordt daar eigenlijk in heel Brabant en heel Limburg gevierd. Maar de meeste wagens die komen toch wel uit de buurt daar zo. En er waren daar 109 nummers uitgedeeld. Dat wil nagaan. Dan waren dat niet allemaal gemotoriseerde wagens. Er zat ook wel het een en ander andere zaken zaten ertussen. Maar... het aantal wagens, dat is toch wel dermate groot dat het grootste deel van de optocht beslaat. Maar om daar vierde van te worden, dat is nogal wat. Nou, dat was voor ons eigenlijk ook wel een verrassing. Besteden ze daar nou nog in het zuiden, besteden ze daar meer aandacht aan hun wagens dan hier? Nou, dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Ja, de aandacht die eraan besteed wordt, die is natuurlijk wel groot. Maar de slijtage daar, die lijkt ook wel veel groter als bij ons. De slijtage? Ja, als je namelijk onze wagen daartussen ziet staan, dan dat is allemaal glad en strak en keurig geschilderd. Maar als je ziet wat daar mee rijdt, nou, dus, er rijden echt wagens mee, dan begin je haast van te huilen, om het zo maar te zeggen. Je hebt de carnaval eigenlijk niet overleefd. Nee, mogelijk niet. Want het kan zijn dat die dingen meerdere optochten meegereden hebben, hoor. En dat zal ook weer haast wel, want dat is daar veel meer. Hè. Dat ze dus bij bevriende carnavalsverenigingen en in andere dorpen, dat ze daar mee gaan rijden. Gaan we nog verder iets anders meedoen? Nou, op dit moment maar even niet. Want het is voor ons een heel zwaar weekend geweest. Letterlijk en figuurlijk, om het zo maar te zeggen. En voorlopig maar even rust. Maar hij blijft wel bewaard. Hij blijft wel bewaard en hij zal misschien hier of daar in de regio nog wel een keer opduiken. Dus als we een rare Peter van Wester creatie zien, dan weten we, hé, dat is die uit Zwaag. Dat is die van de Struuners uit Zwaag, ja. Ben, hartelijk bedankt. Ja, graag gedaan.